eerste omdat je ook aan moet betalen. En andere, dan kan je zo naar binnen. Maar dan betaal je het wel aan de bar. Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag zijn we bij het oudere carnaval. Het is woensdag 27 februari. Het is prachtig weer. En we gaan eens even kijken of die oudjes een beetje goed kunnen carnavallen. Wat brengt u naar het oudere carnaval? Ja, voor de plezier in ieder geval. En zolang ik nog kan, doe ik het maar. Hè? Ja, daar geef ik groot gelijk in. Is dit uw eerste keer? Nee, dus, dit is hier voor de derde keer. En ja, in Breda zelf ga ik bijna ieder jaar wel weg. Ik kom hier nou voor de vierde keer, denk ik. Vierde keer al, zo. Nou, en is het gezellig en wat vindt u hiervan in tegenstelling tot andere carnavalsfeesten? Ik vind u wel gemoedelijker. Hier. En vindt u het ook belangrijk dat zulke feesten georganiseerd worden voor ouderen? Zeker, zeker voor die ouderen. Ik ben hier gezellig hier in de Vianderlaan, in het patronaat, oude patronaat aanwezig. Oké. Bij de bejaarden. En ja, ik ben toevallig oud-baron. Oud-baron ook? Oud-baron van het Ginneke. En wat is uw leukste ervaring als baron geweest? Ja, dit feest met die bejaarden en alles eromheen. Leuk maken, gezelligheid. En op tijd een biertje, niet te veel. Ja, niet te veel, nee. Nee. Dus en zo komen de dagen wel door, hè. En vindt u dit nou, wat vindt u nou het verschil tussen het oudere carnaval en het algemene carnavalsfeest komend weekend? Het gewone carnaval bedoel je? Nou ja, ik vind het hier altijd wel gezellig en leuk om te luisteren, leuk om aan te zien en ja. Precies. En vindt u het belangrijk dat zulke feesten ook georganiseerd worden voor ouderen en gehandicapten heb je ook vaak? Nou ja, ik vind ouderen die kunnen vaak niet naar de carnaval en ja, net als nu, dan is een mooie iets vind ik dat er daar is. Daar is dan meer losser, dus dat carnaval. Dit is meer besloten, zeg maar. Ten eerste omdat je ook aan moet betalen en andere, dan kan je zo naar binnen. Maar dan betaal je het wel aan de bar. Ja, precies. Aan alle consumpties die je kwijt. En u gaat de komende jaren er nog lekker van genieten? Voor zover het gaat. Ik sta hier naast de secretaris van het comité van het oudere carnaval. En meneer, vertel me eens, wat is nou zo bijzonder aan het oudere carnaval? Nou, het is een organisatie die al in de tijd het stokje overgenomen heeft van Nico Tax. Wel bekend in Breda en vooral in het Ginneke. Die stopte ermee 27 jaar geleden. En toen heeft er een comité gezegd van dat mag niet verloren gaan. Het oudere carnaval in het Ginneke. En zodoende doen wij al 27 jaar het oudere carnaval organiseren. Een heel belangrijk en erkend evenement in Breda dus. Absoluut, het is een geweldig evenement. Het is uniek denk ik in Breda. Ik mag bijna wel zeggen in West-Brabant. En u ziet het, de zaal zit bomvol. Mensen kijken er het hele jaar naar uit. En als het aan ons ligt, willen we het nog jaren blijven organiseren. Wat bent u nou aan het doen? Ik zie hier allemaal de boel hier heiligen. De zegen geven. Zegen, ja. Ik denk, mijn waterzak maar niet doen. Nee, met confetti, maar dat is het ideaal. Ja, dat is... Confetti of bier? Hoe keer ben? Confetti of bier? Ja, confetti, hè, confetti. En wat brengt u hier dan vandaag? Nou, ik ga hier elk jaar naartoe. Het is hier altijd zo gezellig. En voor die 5 euro dat intree kost, nou, dan krijg je wel zoveel voor. Nou, ik sta hier naast een van de bandleden van Voor het Leutje. Dit was alweer jullie slotconcert na 45 jaar. Hoe voelt dat? Ja, het is een besluit dat we eigenlijk met verstand hebben genomen. Het blijft altijd heel jammer natuurlijk, want het is nog steeds hartstikke leuk. Maar ja, op een gegeven moment houden we het op. En dan kan je beter stoppen. Dat je nog overal welkom bent, als dat ze zeggen van nou, nee, die hebben we liever niet. Dus... Breda Nu. Je weet het meteen.